Hoewel Far Cry 2 een beetje tegenviel voor mij en dat ik eigenlijk met mijn tegenzin Far Cry 3 heb gespeeld, mag ik toch wel zeggen dat ze keihard vooruit zijn gegaan. Ubisoft heeft met Far Cry 4 iets ontzettend moois op de markt gezet. En ik wil ten eerste Ubisoft bedanken voor een recent exemplaar die ze hebben opgestuurd om Far Cry 4 te spelen. En dan met mijn eigen ogen te zien hoe deze game aanvoelt, wat deze game is en waar het zich afspeelt. Na Far Cry 3 had ik zoiets van, zal het zich weer afspelen op een eiland? Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar het begon een beetje bij Far Cry ook met het strand en de tropische, prachtige omgevingen. En bij Far Cry 3 hield dat zich een beetje aan. Maar nu we het nieuwe deel hebben, speelt het zich af in de Himalaya-gebergtes. Iets heel anders. En ik vind het knap dat je zoiets kan bedenken. Ik bedoel, je moet steeds een game vernieuwend maken en ik geloof dat Far Cry 4 dat zeker heeft gedaan. Om een beetje een beter gevoel te krijgen van deze game, neem ik jullie mee naar de wereld van Far Cry 4. Welkom in de wereld van Far Cry 4. Nou, zoals je ziet is het een first-person shooter en uitgegeven door Ubisoft Montreal. Zo, dames en heren, dit is de wereld van Far Cry 4. Ik zou jullie meenemen naar deze plek en het ziet er ontzettend netjes en mooi uit. En dit is allemaal op de Xbox 360. We gaan eens even kijken, want waar kunnen wij naartoe? Ik zie daar een autootje staan en daar gaan we gewoon een stukje mee rijden om te kijken hoe deze omgeving eruit ziet. Om te beginnen laat ik jullie de mapkaart zien. Kijk eens. En deze mapkaart is ontzettend huge. Dit ben ik. En als we uitzoomen zien we dat ik al een hoop heb verkend. Nog niet alles, want je kan helemaal dit stuk en ook helemaal dit stuk gaan verkennen. En ja, laten we gewoon een stukje gaan rijden met dit leuke autootje. Want het ziet er echt fantastisch uit. Ik ga eens even in dit kleine gekke autootje. En daar gaan we. Leuke muziek. Oh, waar gaan we heen? Ik denk dat we even een dingetje op de mapkaart gaan aankruisen. Ik doe hem even zachter, want het geluid staat heel hard. Het is ook allemaal Nederlands. Dat is wel het leuke en fijne aan Ubisoft. Die maken al hun games altijd met Nederlands ondertiteling. Dat geldt ook voor Assassin's Creed en The Crew. Ik noem maar twee voorbeelden. En natuurlijk nu ook Far Cry 4. Waar gaan wij naartoe? Zullen wij anders naar, nu eens even kijken, een nieuw gebiedje, plekje gaan. We gaan hier gewoon een torentje overnemen. De klokkentoren. Ik heb gewoon zin om een toren over te nemen. Dan laat ik zien wat het idee daarachter is. Dus we gaan de gele streep volgen op onze mapkaart. We gaan even terug. Oh, ik ben er beroerd in rijden hoor. In de Himalaya's ligt Kirat. Een land gevuld met traditie en geweld. Je speelt zelf als Ajax Gael. Je reist naar Kirat om de wens die je moeder op haar sterfbed uitte te vervullen. Al snel vind je jezelf betrokken bij een burgeroorlog om het regime van de dictator Pagan Min omver te werpen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben met Far Cry 4 bezig en ik zit vast in een missie. En dat is een missie waar je dus 3 foto's moet nemen van bepaalde mensen. En je mag niet gezien worden. En ik ben zo iemand die kabaal maakt en wil opvallen in de wereld van Far Cry. Oh, dit is leuk. Kijk, hier komen we karmapunten kunnen we verdienen door de vijand te verslaan. Die worden aangevallen. Huppakee. En hierachter zit er nog één. Oh. Ja, headshot, kom op. Kom op, kom op. Ik kan hem. Wow! Ik ben keihard aangereden. Oh. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oké, dit is mooi. Goed dat ik het opneem. Zulke dingen maak je maar één keer mee. Nou, ik hoop dat ik het één keer meemaak. We beginnen weer in het huisje waar we eerst ook begonnen. En dan gaan we weer het autootje pakken. Jammer dat het niet dat helikoptertje is. Je hebt zo'n wagentje in het spel. En dan kan je zeg maar gaan vliegen. Ik weet niet of die in de buurt zit ergens. Ik kan even de mapkaart kijken. Nee, daar staat het niet op. We gaan maar weer met dit. Als ik weer karma punten kan verdienen, ik rij gewoon door. Ik ga ze niet helpen. Exploreer en onderzoek in deze enorme open wereld. Waar gevaar en onverwachte dingen om iedere hoek te vinden zijn. Nou, zoals je weet kan je natuurlijk experience punten verdienen. En kan je steeds levels omhoog gaan. En met die skill kun je weer skills unlocken en vrij spelen. Dat is echt heel gaaf gedaan. Oh, ik ga door een gebied heen waar ik... Oh, een olifantje. Kijk, let op. Ik laat even wat zien. Ik heb die skill gekocht om het speciaal jullie te laten zien. Let op wat ik ga doen. Ik ga namelijk klimmen op deze olifant. En dan gaan wij lekker door Kirat. Maar we gaan natuurlijk aanvallen met dit beest. Het zou raar zijn als we niet gaan aanvallen. Yeah! Woehoe! Hij gaat ook dood. Hij gaat zeker dood. Yeah! Is hij dood?
Ik weet niet waar die is. Oh, er komen mensen, die komen ons helpen. Of nou ja, mij niet helpen, maar de vijand. Zo, huppakee. Ze komen op de road, zeggen ze. Oh jee, daar moet ik voor. Let op, let op. Kan het? Let op. Yeah! Yeah! Dat ging goed. Ik heb een buitenpost bevrijd. Gewoon random onderweg. Dat zijn dingen die je ook gewoon kan doen. Oké. Nou ja. Oké, we hebben een multikill. 500 experience punten gekregen voor dit. En laten we snel weer normaal doen. En gewoon weer overswitchen naar mijn AK. Ik vind het een heerlijk wapen. Daarom gebruik ik hem. En die bommenwerper die neem ik ook met me mee. Omdat het gewoon heerlijk is. Hallo jongens. Hoe vinden jullie mijn olifantje? Wat? Ik ga niet aanvallen. Ik ga gewoon afstappen. Ik bedank dit olifantje voor het helpen en aanvallen. Dankjewel, meneer olifant. Ik ben je heel erg dankbaar. En dan gaan we hier weer met dit autootje op naar de klokkentoren. Zo heette dat. De klokkentoren, geloof ik. Van de Notre Dame. Ik heb het gevoel dat de zijmissies, die zijn ook gewoon vele malen beter dan de zijmissies in Far Cry 3. Ik miste daar af en toe nog wel eens dingetjes om te doen. En hier hebben ze dat heel mooi verspreid in de map. En bij elk stukje in de map is wel iets te doen. Kan je wel iets ontdekken. Kan je weer bloemetjes plukken die je kan gebruiken voor ingrediënten. Je kan bepaalde vijanden gaan doden die een gebied overnemen. Je kan collectors dingetjes zoeken, verzamelen. Dus beeldjes. Je kan posters van de muur afrippen, eigenlijk afscheuren. Wat we nu gaan doen is een klokkentoren overnemen. Dat betekent dat we eigenlijk een toren gaan beklimmen. Die op elke toren is eigenlijk op een aparte manier te beklimmen. Met een soort van track jump eigenlijk. Dat je trucjes moet doen en met springen. En we laten dat ook zo zien. We zijn er bijna nog 920 meter ongeveer. En dan arriveren wij op het plekje. En die torens zijn ook vaak verdedigd door vijanden. Dus wij moeten zorgen dat we niet worden gezien. En dat we dus... of we vermoorden ze gewoon. Ik heb meestal het tweede ding dat ik gewoon keihard wil vermoorden. Daarom vind ik die missie zo vervelend dat ik niet gezien mag worden. En trouwens, ik heb net zo'n poster gemist. Ik ga even terug. Laat ik het even zien hoe dat eruit ziet. Kijk, dat blauwe dingetje op de mapkaart, dat laat een poster zien. En ik zie de poster al buiten dit gebouw hangen. Daar hangt hij al, kijk eens. En daar moeten we dus op zien te klimmen. Dat gaat heel makkelijk. Ik denk dat je ook een beetje aan Assassin's Creed kan denken van Ubisoft. Ook een beetje dat klimmen en klauteren op dingetjes. En kijk, hier scheuren we de poster er vanaf. Hoppakee! 17 van de 150. Zie je? Kijk, ik moet nog 150 stuks. En we krijgen 8 posters en dan krijgen we een beloning van Far Cry 4. En we gaan weer door. En zo bedoel ik dat je eigenlijk in heel de map elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. En dat maakt de game echt leuk. Ik ben trouwens level up gegaan. Dat betekent dat we even de vaardigheden gaan kijken. Je hebt namelijk de tijger en de olifant. De tijger is het aantal aanvallen. Een beetje, ja, zeg maar vaardigheden voor aanvallen. En de olifant is meer voor het verdedigen. Dus meer voor dat je jezelf leert genezen op een snelle wijze. Of op een... een spuit. Dat je dus, even kijken. Dat je vijanden en dieren kan markeren in de map. Maar we hebben nu 13. We hebben 13 skill points. Weet je waarom? Ik laat het snel zien in jullie. Ik heb namelijk online gespeeld. Dat is ook de mogelijkheid. Je kan online spelen. De campagne. En daardoor kreeg ik 2 achievements. Met die vriend te spelen. Ik speelde namelijk als Hurk. En die kan je vrij spelen als je de campaign in co-op gaat spelen met iemand anders. En we hebben 4 vijanden vermoord met 1 explosie. Dus dat was wel heel gaaf. Deze 2 had ik vrijgespeeld pas geleden. Dus dat is wel grappig. En zo kan je dus allerlei vrienden... Ik heb eigenlijk een beetje een nieuwe vriend erbij. Want ik heb hem ontmoet op het spelletje. Ik joinde zijn campagne. En dan vroeg, heb je een microfoon in het Engels? Ik zeg, natuurlijk heb ik een microfoon. Nou, dat kon hij nog niet horen omdat ik nog geen microfoon had aangesloten. Maar toen gingen we praten. Hij vroeg, waar kom je vandaan? Ik zeg, van de Nederland, van de Netherlands eigenlijk. Die vijand gaan we overrijden. Oh, bijna. Hij komt van USA, dus dat was grappig. En toen hebben we toen een paar van die torens overgenomen. Maar we willen heel graag wat dingen uit de map verkennen. Ik zeg, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. En hier gaan we trouwens uit de auto, want we gaan daar een stukje lopen. En dan laat ik misschien ook wat nieuws zien. Iets heel vets. En dat is namelijk dit. Een grijphaak. Er zit een grijphaak in het spel waar je dus op bergen kan klimmen. Het is echt heel gaaf gedaan. Met RT-toets op mijn trigger kan je dus omhoog klimmen.
En met A kan je springen. En je komt boven. En op die manier moet je soms af en toe in missies bergen beklimmen om hoger op te komen. Waar gaan we nu naartoe? Waar is de volgende grijphaak? Is er een grijphaak? Nee, ik moet gewoon gaan lopen en klimmen hier naar boven. En dat gaat ook lukken, want deze berg is stijl genoeg om te komen. Ik hoor vijanden. Daar zit een vijand. Hier zo, ik ga hem besluipen. Hij zit hier zo in de verte. Ik zie ook een vraagteken. En ik zie daar ook een poster die we eraf kunnen scheuren. Ik hoor ook een soort van dier, hoor ik. Hij wordt aangevallen door een dier. Wat voor dier? Een wild zwijn. Laten we niet gezien worden door dit wild zwijn. En laten we gewoon heel rustig eromheen gaan. Maar die wilde zwijnen willen we dus niet achter ons aan hebben, want dan moeten we keihard rennen. Ik kan het wel doen, maar dan moet ik springen op het dak. Trouwens, heel erg bedankt dat jullie die beesten hebben vermoord. Of, nou, die beesten. De beesten hebben eigenlijk de mensen vermoord, maar dat zijn ook beesten. Dat zijn beesten versus beesten eigenlijk. Weet je wat wel leuk is? We hebben een basisschool ontdekt. Wat grappig. Een basisschool. Weet je wat leuk lijkt om zo'n zwijn te gaan schieten? Nee, laat maar. Dat vind ik zielig. Er zitten wel een hele hoop beesten in het spel. Dus een hele hoop, in dit geval zwijnen. We hebben olifanten, tijgers, leeuwen. Van alles loopt er rond in dit spel. En dat maakt het ook wel heel gaaf. In ieder geval meer dieren dan Far Cry 3. Dat hebben ze heel goed gedaan. Er lopen ook wel dieren. Ik denk dat het een soort van wolven zijn of zo. Maar hoe krijgen wij die poster van de muur afgetrokken? Ik ga eens even kijken hoe we dat gaan doen. We klimmen hier op het dakje. En hier beneden zit die poster. Hoe krijgen we die zo makkelijk van de muur afgetrokken? Misschien springen? Gaat dat lukken? Ja, op die manier. Je moet springen en dan druk je op de X en dan kan je de poster pakken. Kan niet plunderen, mijn rugzak zit vol. Die zit echt continu vol. Deze mensen zijn doodgeschoten. Je kan wapens pakken van ze en ammunitie. Geld kan je pakken. Hallo, lief zwijn. Ga je me aanvallen? Nee! Nee! Oh, hij viel me niet aan. Oké. Ik. Prima, een wolf. En ik zie daar een zwijn. Dat gaat niet goed. Dit gaat zeker niet goed. Oh, wat doet hij? Hij gaat aanvallen. Weg hier! Jeetje! Er komen gelijk 10.000 mensen. Oh, ik heb zo zin om iets te doen. Ja, het mag natuurlijk niet, maar... Oh, hoor je dat? Oh, wat? Een wolf, ja? Let op. Yeah! Ik moest het doen. Weg, leeuwen. Goed zo. Laat je nooit meer zien hier. Ik hoop dat het veilig is nu. Ik heb ze in ieder geval wel weggebonjourd. Daar is de toren. En ik hoor... Oh shit, die leeuw zit achter me aan. Oh shit, 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 shit. Gaan we snel een grijphaak gebruiken? Grijphaak! Grijphaak! Waar zitten ze? Geen leeuwen? Nee. Geen wolven? Niks. Mooi zo. Daar ben ik alleen maar blij om. En hier, als je dit ziet, die touwtjes, dan weet je dat je kan springen op een klifje. Daar is de toren, mensen, waar we op hebben gewacht. En daar wil ik dus naar binnen gaan, als dat lukt. Ik hoop het dat dat lukt. Ik denk het wel. Het is me nooit mislukt, eigenlijk. Zijn hier vijanden binnenin? Dat is altijd de vraag. We gaan heel rustig kijken. Zit hier iets binnen? Het kan ook zijn dat er een dier binnen zit. En toevallig zit er een leeuw. Oh, wacht. Ik ga hem aanvallen, want dit is echt heel gevaarlijk. Dus dan geraus. Yeah! Is hij dood? Is hij dood? Ik weet het niet. Hallo? Hallo, leeuw? Ben je levend? Ik zie hem gewoon helemaal niet meer. Waar is hij? Hij is weg. Nou, dat is wel helemaal goed. Ik heb hem weggejaagd. We gaan dus hier naar boven klimmen. Ik zie ook dat er een poster zit in deze toren. En op elke manier moeten wij zin te zorgen dat we helemaal bovenaan komen. Het ziet er een beetje uit als een dolf. Doe me echt een beetje denken aan Assassin's Creed. Dat we ook omhoog moeten klimmen en klauteren. Maar dan in een first person jasje. Dat is ook wel gaaf. Dat vind ik wel wat hebben. En dadelijk zien we die prachtige omgeving. Als we eenmaal boven zijn aangekomen in deze toren. En we moeten dit slotje kapot maken. 3, 2, 1. Klak! Hoppakee. Zo doen we dat. We springen hier boven. En bovenaan gekomen lopen we hier de zijkant op. En dan komen wij hier aan. Ik heb dit al een keer eerder gedaan natuurlijk. Jullie denken, hoe weet hij dat allemaal? Ik heb deze een keer eerder gedaan in die co-op campagne. Dus deze wist ik nog eigenlijk een beetje stiekem. Dat was een soort van surprise voor jullie. Hier gaan we omheen lopen. Volgens mij ben ik nu een beetje de weg kwijt. Heb ik iets gemist? Ik heb iets gemist. Even goed kijken. Ik loop rondjes. Worden jullie al duizelig? Hier loop ik op. En dan gaan we hier naar boven. Dat kon ik even niet meer herinneren.
Dan loop ik weer een rondje. Zo. Ik loop weer onnodig een rondje. Dit is grappig, hè? Dat je op die manier... Oh, hier naar boven. Hier springen wij. En dan komen we aan bij dit... Ja, ziet maar op. Een signaal gaan we kapen. Zeven van de 17 klokkentorens gevrijd. Bevrijd. We hebben nieuwe locaties ontdekt. Er zitten mensen in een cel. Ik zie daar ook een mooie poster hangen. We hebben een basisschool ontdekt, maar daar waren we eigenlijk al stiekem geweest net. En de brouwerij Raxi. Kijk eens, er zit iemand te koken in dat vatje. Grappig. Nou, we kunnen nou één ding doen. We kunnen even die poster gaan zoeken. Die zit hier ergens onder. We kunnen ook met dat tokkeltouw kunnen we naar beneden. Maar ik heb liever even dat we die poster eerst gaan zoeken. En die poster zit ergens aan de muur, logisch. Logica schiet hier naar boven. En dan zou die dus ergens hier aan de muur moeten zitten. Zien we ergens een poster? Helemaal niks. Misschien moeten we een verdieping lager. Dat denk ik wel namelijk. Zo. Is hier de poster ergens? Nee, ook niet. Is die hier beneden? Ook niet. Daar zit hij. Haal hem maar van de muur. Hup, oké. 1950, wat een hoop, hè. Gaan we daar even aanvallen? Ik vind dat we daar moeten aanvallen. Oh! Zo, dat deed geen zeer, hoor. Oké, we gaan heel rustig kijken hoe gaan we hun aanvallen. We kunnen ook iets heel gaafs doen. We kunnen achter ze en dan tjaka met het mes zo. Door de strot. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk dat we wel via de achterkant kunnen glippen. Wacht even. Oh, hij zag me net niet. Daar zit hij, wat daar zit hij? Even kijken. Oh, hij komt er buiten. Oké, hij ziet ons niet. Waar zit hij? Daar zit hij buiten. Binnen. Misschien kunnen we naar binnen springen. En dan pakken van de achterkant. Van de achterkant kunnen we hem pakken. Ja, we kunnen hem pakken. 3, 2, 1. Oh, hoort bij mij. Nee. Ik weet niet, hoort hij bij mij? Ik weet het niet meer. Oh, hij hoort, hoort hij bij mij? Nee. Ik weet het niet meer. Hij hoorde dus wel bij mij. Ik vermoord gewoon iemand. Maar mijn karma niveau is wel omhoog gegaan. Gelukkig. En we pakken deze squad. En deze squad gaan we een stukje rijden. Waar gaan we naartoe? We doen nog één dingetje. Puur omdat deze game zo verslavend is. En omdat we dus die klokkentoren hebben, hebben vrijgespeeld. Kunnen we dus een gebied ook eens in de mapkaart. Zie je ook een gebied helemaal doorzichtig worden. Even kijken. We kunnen daar wel even naartoe. De luchthaven Kierat. Ik wil daar gewoon eens even kijken. Hallo! Hoppakee! We gaan het voertuig verlaten. We gaan kijken wat we hier kunnen doen. Het is helemaal afgeschermd. Ik denk niet dat ik hier zomaar mag komen. Het is ook een hele stad hier of zo. Het ziet er wel echt ontzettend gaaf uit. Alleen er zitten heel veel vijanden in het Kierat Airport. En we mogen ons niet laten zien. En ik denk dat het wel een soort van lastig wordt om ons niet te laten zien. Maar we gaan ons best doen. Ik klim als eerste even in deze toren. Misschien zit daar wel een vijand. Nee, er zit helemaal niemand. Dat betekent dat we hier... Oh, een vliegtuig. Kan ik een vliegtuig kapen? Oh. Nou, je ziet dat ik dus mezelf kan genezen op elk moment. Huppakee, ik trek een stuk vlees uit of een stuk splinter uit mijn bot of zo. Ik weet niet waar het zat. En we gaan hier kijken of we hier wat kunnen doen. Want ik denk dat het wel een heel gevaarlijk gebied is. En dat er elk moment een alarm af kan gaan. Want ik geloof niet dat je hier mag zijn. Hallo? Hallo? Is er iemand? Ik kan daar wel naartoe naar binnen. Kijkje nemen. Kun je hier omhoog? Laat me eens omhoog klimmen even hier. En hier kunnen we dus via het dak kunnen we naar binnen. Zijn die vijanden? Dat zien we snel genoeg. Hallo! Helemaal niemand? Nee. De muziek verandert ook heel erg aparte wijze. Een computer hebben we hier. We kunnen niet zoveel doen, denk ik, hier. In ieder geval wel een beetje koekeloeren. Maar voor de rest hebben we niet veel te doen hier, geloof ik. Mooie muziek trouwens. Maar wat is hier dan?
Het is gewoon een plek die we kunnen vrijspelen misschien. Leuk gedaan, joh. Hier ben ik nog nooit geweest eigenlijk. En hier is gevaarlijk gebied. Hier is gebied waar je niet mag komen. Dus daar kom ik heel graag. Puur omdat gewoon voorkomt dat het koninklijke leger voorraden van de rebellen bombardeert. Dat gaan we dus doen. We gaan daar naartoe. En we gaan de rebellen stoppen. En dat doen we op een bepaalde manier met onze prachtige bommenwerper. Dus we zeggen 3, 2, 1, nu! Dat is een signaal, niemand geraakt. Hoppakee. Kom op. Oh, ze gooien met vuur. Je hebt gezien, de bommen gaan straks ontploffen. Welke bommen? Welke bommen gaan ontploffen? Ik weet het niet. Welke bommen gaan ontploffen? Hoppakee, die mogen uit. En die ook. Zijn ze allemaal klaar? Yes, we hebben het gehaald. Ik ga gelijk wat geld pakken. Dat was best spannend. Joh, moet je kijken. Ze hebben alles in de fik gezet hier. Ik heb ook een nieuw wapen. Wat ik eigenlijk niet wil. Ik wil eigenlijk mijn oude wapentje weer terug. Zo, dat was spannend. Zo, jeetje jongens. Och. Nou, dit was in ieder geval. We gaan weer terug naar de studio, om het zo te zeggen. En dit was het Far Cry previewtje. Daarboven kunnen we trouwens ook nog naartoe. Daar is ook wat licht geeft. Dat is denk ik voor de vliegtuigen. Ik hoop dat jullie het gaaf vonden. We gaan nog even het uitzicht kijken van Far Cry. En wauw, ja, we kunnen niet veel heel ver kijken. Maar het ziet er wel echt adembenemend gaaf uit. Ik hoop dat jullie een leuke review vonden. En ik vond het echt een hele toffe game. Ik hoop, ja, we kennen Ubisoft natuurlijk wel aan de hele grote werelden. De grote games, de grote verhalen. En ook Far Cry 4 maakt hier onderdeel van uit. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je hopelijk volgende keer terug met een nieuwe game of filmrecensie op mijn kanaal. Doei doei!